Dames en heren, mijn arbeiders van gast vandaag zijn twee heerlijke vrouwen. Het zijn mooie vrouwen, fantastische vrouwen. Ik smile al de hele week, want ik weet dat ze hier zijn. Ik heb het over de vrouwtje de bot en Jasmine Senda. Hallo, lieverd. Ja, ik had met mijn eigen lieverd. Hallo. Ik had met mijn regie afgesproken dat ik niet meer mocht zoenen. Fuck them. Heerlijk, ja, toch? Heerlijk. Moet gewoon kunnen, vind ik. Even kijken, heb ik hier zo? Ja, hier ben ik. Dames, welkom. Dank je. Leuk dat jullie zijn. Jullie hebben elkaar leren kennen op de set van Goudkust. Ja. Ja, hè? Heel lang geleden. Heel lang geleden. Jij had al een kleedkamer, jij kwam erbij. Ja. En ik klikte meteen. Nou ja, het was op zich wel grappig, want ik werd bij haar en Josephine en Liek in de kleedkamer gezet. En op een gegeven moment, iemand maakte een grap en op dat moment liep Winston van Gerstanowicz voorbij. En wij moesten allebei heel hard lachen. Toen zei ik, oh nee, niet nog zo in met zo'n lach. Ja. En schijnbaar hebben wij een hele irritante lach. Ik heb het niet gemerkt nog. Jullie zaten net naast mijn kleedkamer. Ik heb die oordopjes net uitgedaan. Het valt echt hartstikke. Maar wat is die klik? Hebben jullie dezelfde humor? Ja, ik denk dat het is. Ja, 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 het is toch een beetje, ja, het is een beetje op het randje. En we houden van lekker overdreven lachen. En zelfspot. Ja, zelfspot. Want jullie zijn allebei, jullie hebben echt veel. Oh, jullie zijn allebei fan van stand-up comedy. Ja, zeker. Ja, ja. Wie vind je de leukste? Je hoeft mij niet mee te tellen, maar gewoon wie vind je de leukste? Oh, wat jammer nou. Nee, ja. Oh, ja, nou, dan maak ik het moeilijk, ik weet het. Maar ja, ik denk dat ik moet, als ik voor ons allebei spreek, denk ik hoor, dat ik toch zeg Eddie Murphy. Eddie Murphy. Ja, ja, heel veilig. Ja, daar heb ik enkele Nederlandse dingen tegen zijn schenen geschopt. En jullie hebben allebei ook een voorliefde voor erotisch fotograferen. Ja. Oh mijn god. Oh ja. Oh yeah. Ja, 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 ja. Jij ook. Ja, doe maar rustig aan. Kijk dan. Oh. Ja. Waar is die volgende? Kom op. Tjapauw! Ja. Jawel! Oh. Ja. Oké, okay, er moet een vraag komen. Er moet een vraag komen. Die ben ik in. Oh ja. Nee, maar jullie hebben ook samen een keer de Gumball Rally gereden. Ja. Van Londen naar Sint-Petersburg. En terug. En terug. En terug. Ja, ja. En toen waren jullie kleren kwijt op een gegeven moment. We waren van alles kwijt. Ja, het was echt eigenlijk één groot drama. Ja. Ja? Ja, we hebben 3 dagen lang in een Dodge achter in de auto gelegen, niet gedoucht. Op een gegeven moment kwamen we in een of andere auto, busje terecht, dat we met z'n tweeën moesten rijden. Ik had net mijn rijbewijs. Ja, ze had net een rijbewijs gehaald en we moesten alleen door Polen rijden. Door Polen, ja. En we hadden ook geen routebeschrijving. Nee. Dus daar is heeft onze vriendschap heel veel verdieping. Door Polen, ja. En jullie zijn niet verkocht aan Arabieren of zo. Dat scheelde naar haar. Ja. Nee, maar achter jullie waren je kleren kwijt. Alles. Ik vind het allemaal heel spannend. Jullie zijn ook samen naar Curaçao geweest. Ja, 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 daar kom jij vandaan. Ja. Heb je wat van de taal kunnen leren en de cultuur? Nee, want ik heb eigenlijk. We zijn heel veel uit geweest. Ja. En we hebben. Ik leer meer van de cultuur en van de taal door haar gewoon. Maar je begreep je wel een beetje papiamento? Nou, nee. Nee. Nee, niet echt. Nee, nee, je weet wel, een gestoofde geit, wat dat is. Cabrita soba. Ah, kijk. Dat weet ik. Happy boy dus, joh. Happy boy, happy boy, ja, happy boy. Oké, okay. Ja. Maar we gaan toch kijken, want je bent heel muzikaal. Je bent ook DJ natuurlijk. Jij zingt heel mooi. Want je toert ook tegenwoordig met de meegroep. Dus ik wil je vragen om even de headphone op te zetten. Oh. Maar nog niet, want ik geef zo'n opdracht voor je. Oh. Je gaat namelijk een nummer horen. Ja. Dat nummer moet je in het papiamento vertalen terwijl je het hoort. En dan moet jij raden welk nummer het is. Oh, het is niet zo moeilijk, ik kan het echt wel. Ja, dus jij moet gewoon de headphone opzetten en als het begint, gewoon in het papiamento vertalen en gewoon meezingen. Maar in het papiamento, ik mag geen woord Engels horen. Oké, maar ze gaat wel het liedje zingen. Ja, ze gaat wel het liedje zingen. Jij hoeft geen bril op, schat. Nog niet, straks. Oké. Passo mi no quiera mate. Eta un hendes you. Anto ma. Questo corazon, rampapapam, you rampapapam. Mama, Laten we nog even doorgaan. Laten we even doorgaan. Ay, mi mama. Mama, te hombo. Nou moet je het zeggen, nu moet je het zeggen. Wat is het? Rihanna? Rihanna, ja, ja, heel goed. Laten we horen. Is het Rihanna? Laten we horen. Rampapapam. Okay. Helemaal uit. Hey, mama, ram. Als je hier ram papapam wordt, zijn de papie met ram papapam. Dat is Jasmine erin, ja, helemaal. Eén woord. Oké, vrouwtje, een tijd geleden had je een programma op televisie. Wie wordt de man van vrouwtje? Ja. Nou, die het gewoon heeft, is het niet geworden. Nee. In elk geval. maar Jasmine, ik volg je op Facebook en ik ben erachter gekomen dat je sinds kort vrijgesteld bent. Ja, waarom denk je dat je zo'n jurkje aan dus heeft? Dus ja, ho, bam. Ja, van jou, ik denk ja, you don't have to convince me, hoor. Nee, echt, hoor. Ja, nee,
probeer die ring al de hele tijd af en toe, maar dat lukt niet. Maar okay. Nee, maar we gaan op zoek naar de idealen van man voor Jasmine. Want dit jij is een goede vriendin, maar mag jij hem uitzoeken? Dus ik ga je vragen om zo meteen de bril op te doen. Ja, hier met me te komen staan. En dan ga ik 3 mannen uit het publiek zoeken, 3 verschillende mannen, lekkere mannen. En dan mag jij voelen, kijken welke... Oh, jij mag voelen welke... Ja, dat is toch niet eerlijk. Je hebt dat gezongen, kom op. Daarna mag je meevoelen, douche, maak je geen zorgen. Oké, ja, doe je bril op. Ja. En dan ga ik even 3 mannen uit het publiek halen, oké? Ja? Oké, meneer, jij daar, komt u maar, ja? Wel een beetje lekkere mannen, hè? Ja, ik heb lekkere mannen. Okay. En ja, heren, ja, jij ook en jij ook, ja. Komt u maar, ja, goed zo, ja, heel goed, ja. Oké, ik zie echt niks, hè? Je ziet niks, nee. Niks. Kom, hier staan, ja. Oh, dit wordt weer hier staan, hierop, ja, jij daar. En jij daar, oké, ja. Oké, ja, dit is de eerste man. Wacht, ik moet even een kaartje halen. Ik heb wel zijn eigenschappen meegegeven. Ja? Voel deze man. Deze man, ja, hij kan heel goed dansen, maar niet echt goed koken. Oh, wel leuk. Maar je mag alles voelen. Je mag ook lager gaan, hoor. Oh, hij heeft oorbellen. Ja, goede buikspieren. Oké. Wacht, even dit. Ja, oké. Nou, dan die volgende man, ja. De volgende man, die mag je voelen, die staat hier, ja. Oh, ja, oké. Deze meneer is muzikaal en heel lenig, echt. Oh, heel lenig. Hij kan zijn benen in zijn nek leggen. Ja. Hij is iets kleiner, voel ik, maar dit voelt even buikspieren. Ja, maar juist, een klein maar fijn, klein maar fijn, klein maar fijn. Klein maar fijn. Ja, en dan gaan we naar de laatste man. Deze man is echt grappig, je houdt van stand-up comedy, grappig. En hij houdt van lekker eten, maar dat voel je ook wel. Oké, is goed zo. Ja. Okay. Ja, wie kies je? Ik vind dit heerlijk. Nummer 3 kies jij? Ja, vind je nummer 3 ook goed? Nou. Nee, zie je, kijk je vriendin. Kom, doe maar af, schat. Ze vindt het geen goede keus. Welke had jij gekozen? Nee, maar ik heb ze nu gezien. Ja, dus dat maar als je het zo op zo met even... Kijk hoor. Ja, nee, nou, wel leuk. Ik ben benieuwd wat vrouwtje. Vrouwtje heeft voor Quintus gekozen. Ja? Ja, ik vind Quintus gewoon heel leuk. Dus ik wist al dat hij het was. Jeetje voor jou. Ja, laat maar. Nee, wacht even. Ja. Kijk, je moet niet voor te jong gaan. Hij is jong, denk ik. Ja. Dus die middelste. Moet die ik ook zeggen? Ja, moet ik ook zeggen? Ja. Jij vooral bent niet te jong. Ja, mooi met je. Maar luister, weet je wat ik zuur? Zo met in de kleedkamer kan je lekker voelen. Ook en kijken wat je wil. Zeg applaudisseren, dames en heren. Jasmine Sendar en Frankie de Boer. Dankjewel, lieverd. Dankjewel.